Davy Defoe, 4-0, harde cijfers. Aan de goede eerste helft kon geen vervolg worden gebreid. Ja, inderdaad. Helemaal mee eens. We hadden ook al gezegd aan de rust dat er inderdaad voelden dat er moeilijkheden waren. Dat we ons spel moesten spelen, dat we ook de eerste helft gedaan hebben. Ik vind dat we een stuk van de tweede helft dat ook nog gedaan hebben, de eerste 10 minuten. Maar ik denk vanaf dat die, de 1-0 viel, dan zijn we uit positie beginnen lopen, vind ik. Wat individueel ook beginnen spelen. En dat is ons spel niet. We gingen te snel op zoek misschien naar die gelijkmaker. En daardoor waren we ook wat slordig. En die straffen ze heel makkelijk af, die kansen. Ja, on est très déçu du score et de la manière dont on a joué en deuxième mi-temps surtout. Parce que première mi-temps, ça allait encore. Mais après, deuxième mi-temps, on a tous lâché. Et bon, 4-0, ça fait mal. Mais c'est le résultat. On n'aurait pas pu gagner ce match parce qu'on ne s'est pas créé d'occasion, donc c'est logique. Verliezen in Kazan is absoluut geen schande, want het is van 2006 geleden dat ze hier nog Europees hebben verloren. Hè? Ja, dat wist ik ook, maar dat wilde ook heel graag verandering inbrengen. Ik zei het is natuurlijk niet prettig als je 4-0 verliest, maar ik had hier graag toch iets geraapt vandaag. Maar het zat er blijkbaar niet in. Oubliez le second mi-temps, mais le premier mi-temps était bon, hein? Ouais, bon, ça allait. On a fait jeu égal avec Kazan. Après, on s'est pas créé d'occasion pendant le match. Donc, on pouvait pas gagner ce match. Si on se crée pas d'occasion, c'est difficile de gagner. Et après, eux, ils ont été réalistes aussi. Ils ont mis 4 buts. Mais je pense que voilà, après le 2-0, tout le monde a lâché. Et c'est ça qui est dommage. We hebben al getoond dat we na een verliespartij in Europa toch wel sterk uit de hoek kunnen komen terug in de competitie, hè? Ja, dat is zo, maar dat is maar Europees voetbal, hè. Je weet dat je een paar dagen later weer het kan rechtzetten, zal ik maar zeggen. Staat zondag weer onze een topper te wachten. Weer een uitdaging tegen een ploeg die nog ongeslagen is in de competitie. Dat staan weer voor de jongens klaar te maken en weer een mooie wedstrijd om zich weer te tonen. We gaan proberen standaard een eerste nederlaag toe te dienen. Het zal er dus alleszins niet aan mankeren om de batterijen terug op te laden en de focus terug te verleggen voor die topper tegenstandaar. Nee, dat zal zeker vast niet moeilijk zijn. Het zal nu misschien wel even stil zijn in het hotel, maar dat is een normale teleurstelling moeten zijn. Maar vanaf morgen is het weer volle aandacht naar de competitie en naar standaard toe. En dan zullen we weer tonen wie zult te warm is in België.